Vrouwen liegen vaker over geld dan mannen. Dat blijkt uit een onderzoek van het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. 1 op de 3 vrouwen liegt over de prijs van een aankoop, houdt geld achter of doet stiekem een uitgave. Bij de mannen blijkt maar 1 op de 6 een geldgeheim te hebben. Of ik een geldgeheim heb voor haar? Nee. Nee. En heeft u ook een geldgeheim? Nee. Nee, volgens mij niet. Nee. Nou, soms lieg ik wel eens over de prijs van dingen, maar bijna nooit eigenlijk. En om wat voor zaken gaat het dan als u liegt over de prijs? Nee, meestal zeg ik als ik iets nieuws heb, dan zeg ik het pas later. Dat is, ik lieg niet over de prijs, maar ik zeg pas later dat ik iets heb gekocht. Om niet... Geen geheim potje mee. Waar geld nog in zit, dus... Nee, en als ik hem had, dan zou ik hem niet voor de televisie gaan vertellen, denk ik. Nee, dat heb ik niet. En heeft u een geldgeheim? Nee. Vrouwen geven vooral geld uit aan kleding en cadeaus. Terwijl mannen vaker de grotere uitgaven doen, zoals het huis of een auto. Ik denk dat het wel klopt, ja. Eigenlijk. Ja. Ik denk het wel. Waar denkt u dan meestal dat het om gaat, als het om geldgeheim gaat? Nou, ik denk wel kleren en dat soort dingen. Cosmetica en... Ik denk dat vrouwen sneller wat impulsen aankopen doen of zo, qua kleren en zo. En dan sneller schuldig over voelen achteraf. En nu denk ik niet dat mannen ook in het algemeen geldgeheimen hebben? Nou, ik kan me niet voorstellen. Mannen die kopen vaak grotere dingen inderdaad. Gewoon in één keer een grote zaak. En dat hebben ze al besproken van tevoren. Dus het hoeft niet meer stiekem. Dus ik kan me niet voorstellen dat mannen dat hebben. Ik ken best wel ook collega's die gewoon, waarvan de man zegt van, heb je een nieuwe trui aan? Nee hoor, die heb ik al jaren of weken en dan is het toch nieuw. Dus, maar dat vertelt ze gewoon niet, dat hij nieuw is en wat hij gekost heeft. Maar ja, ik vind dat eigenlijk vind ik dat wel logisch. Je hoeft toch niet alles te vertellen. In 60% van de relaties wordt er wel eens ruzie gemaakt over geld. Volgens het NIBUD kan dit voorkomen worden door duidelijke afspraken te maken. Natuurlijk, ik vind het toch een stukje vertrouwen wat je naar elkaar toe hebt. En dat is toch iets waar je alle twee voor werkt. En daar moet je ook open en eerlijk over kunnen praten, vind ik. Anders is de basis weg. Als je daar een beetje slinkse weggetjes links en rechts gaat uitgeven. Of voor eigen doeleinden dingen gaat gebruiken. Ik denk dat eerlijkheid, ook op dat vlak, dat ontzettend belangrijk is. En dat vind ik eigenlijk dat die schoenen, dat ik dat niet vertel, dat vind ik dan een leugentje om bestwil. En dat is misschien, gaat het iets over 50 euro in een jaar, maar ik denk niet dat het structureel moet zijn. En ik denk ook niet dat je een kast vol moet hebben van honderden euro's. Ik denk dat je dat soort dingen niet moet doen. Nee.